Met Riga Mustafa en Edwin van Buren als vervangers van der Berg en Beghan speelde Sparta tegen Stormvogels Telstar inderdaad wel lekker. Al mag de Kasteelclub niet klagen als scheidsrechter Van der Hilst een strafschop toekent na een ongelukkige hensbal van de Fransman Croissant. Levchenko weet wel raad met het cadeautje en schiet Sparta op voorsprong. Zonder briljante voetballen is Sparta ook in de tweede helft de sterkste. Toch komt Stormvogels Telstar door Kantelberg langs zij, omdat de organisatie even weg is bij de Rotterdammers. Niet veel later ziet ook de defensie van de Noord-Hollanders er niet goed uit. Schenkel mag zomaar koppen en Koeverman zet Sparta op 2-1. Ook aan de derde goal van de Rotterdammers gaan een fout vooraf. De Telstar-verdediger met de prachtige naam Bono grijpt niet goed in en Riga schiet voor de tweede keer dit seizoen raak. Dolle vreugde bij de meest bekritiseerde Spartaan, wiens koprol nog voor verbetering vatbaar is. Het wordt uiteindelijk 4-1 voor Sparta. Levchenko scoort opnieuw uit een doodspelmoment en maakt het weekend voor Sparta nog mooier. Met Excelsior FC Den Bosch en AGOVV tegen Helmondsport komende vrijdag op het programma, kan ook de volgende speelronde voor de Rotterdammers een lucratieve worden. Mits ze zelf bij Top Os weten te winnen.